Hoi, in dit filmpje ga ik je laten zien hoe je een Zwarte Piet kunt vouwen. Kijk, deze Piet staat met beide benen wijd en met zijn armen gespreid. En hij heeft een mooi gezicht. Wat we gaan doen, we gaan eerst vliegers vouwen en die zijn voor het lijf, voor de armen en voor de benen. Daarna gaan we het gezicht maken, de handen en de voeten, of ook wel de schoenen en volgens mij heeft hij wanten aan zo te zien. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je hebt er vouwblaadjes voor nodig. Je mag zelf kiezen welke kleur de Piet wordt. Zwart papier voor het gezicht. Een klein stukje papier voor de baret of ook wel de muts. En nog wit papier voor de kraag. Daarnaast heb je ook lijn nodig. Een schaar. En potloden om iets te tekenen. Nou, we gaan beginnen met het lijf. Daarvoor kies je twee kleuren uit. En daar pak je elk twee blaadjes van. Dus ik kies rood en dat is op het voorbeeld groen. Je mag zelf ook iets anders kiezen natuurlijk. Dus ik heb twee groene en twee rode blaadjes. Daar ga ik een vlieger van vouwen van al die blaadjes. Kijk, zo. Ik vouw hem zo dubbel. En dan heb ik een schuine vouw, zoals je ziet. En dan pak je deze punt vast. Je legt je vinger op het uiteinde. En dan vouw je hem naar de lijn toe. Zo. En dat doe ik hier nog een keer. Zo. En deze. Op dezelfde manier. En dat doe je ook met de groene papieren. Dus nu heb ik twee vliegers. De groene nog. En hoe vaker je een vlieger vouwt, hoe beter het gaat. En uiteindelijk kan je dan misschien ook wel zelf een keer een vlieger maken. Hebben een aantal kinderen uit de klas ook al gedaan. Zo. En nu kan ik de Piet gaan maken. Kijk, net als bij het voorbeeld. Dit worden de armen. Die wijzen omhoog. Die plak ik zo over elkaar heen. En de benen plak ik zo over elkaar heen. Lijkt ook wel een beetje op een ster, zie je dat? Dus die ga ik plakken en daar heb ik lijm voor. Pak hier de rand zo. Plak ik hierop. Plak ik deze rode hier weer aan vast. Deze kant ook. Nu heb ik de benen en de armen. Nu ga ik van zwart papier een hoofd maken. Kijk, en het handige is om met een wit potlood een cirkel te tekenen. Nou, hoe je dat makkelijk kan doen, is het bakje van de kleurpotloden pakken. En die kan je optrekken. En kijk, heb ik een mooie cirkel voor het hoofd. En die plak ik hier zo op. Kijk. Nu moet ik nog een gezichtje maken. Een baret. Handen en voeten. Maar dit mag je helemaal zelf bedenken hoe je dat gaat doen. Dus dat ga je uit papier knippen en zelf doen. En deze
Die zit als voorbeeld in de bak. Dus dan kan je nog even kijken hoe het moet. Heel veel succes ermee!